De gemeente moet nog eens kijken naar de veiligheid van het verkeer bij basisscholen in Eindhoven. Althans, dat vindt een deel van de Eindhovense politiek. Vorige week bleek uit onderzoek van Studio 040 dat de verkeersveiligheid op veel scholen onder de maat is. Het is al jarenlang een probleem wat nu echt aanpak nodig heeft. En daarom diende het CDA samen met de ChristenUnie, het Ouderenappel en de LPF een motie in. Nou, we vinden vooral dat alle mensen die betrokken zijn met elkaar aan tafel moeten. En dat betekent gemeente, schooldirecteuren, ouderraden, leerlingen, handhaving en politie. Eigenlijk alle mensen die zich bezighouden met een verkeersveilige omgeving, die moeten met elkaar om de tafel en per school gaan kijken welke maatregelen we moeten nemen om het verkeersveilig te maken. En daar heeft wel iedereen een verantwoordelijkheid in. Ook de gemeente. Wat de gemeente zou moeten doen is goed en veilig fietsverkeer faciliteren, goede fietspaden en dat. En de opvoeding naar de ouders zou wat mij betreft kunnen bestaan uit het erop wijzen dat iets verder van de school af hele goede parkeerfaciliteiten zijn. En dat betekent dat je 's morgens een paar minuten eerder van huis moet. En hoewel veel partijen de motie steunen, is niet iedere partij het er volledig mee eens. Daarom moeten de maatregelen nog eens goed doorgesproken worden. In principe steunen we de motie, maar ja, het is eigenlijk al beleid wat al uitgevoerd wordt. Dus we vragen ons ook af wat de motie nog extra toevoegt. Ze willen wel even wachten wat de wethouder daar nog over te zeggen heeft. Maar we staan positief over meer verkeersveiligheidsmaatregelen bij basisscholen. De motie roept ook weinig op. Ik denk dat het beter is om in eerste instantie te bekijken van wat is er gedaan tot nu toe met de scholen. Welke scholen moeten nog onder schoolzone vallen? En dan wat heb je daarna nodig? En wij denken daarvoor heb je het extra middelen nodig. En dat roept de motie niet op. De motie is nog half werk. Het voorstel wordt vanavond besproken in de gemeenteraad.